of minder vanmiddag van Aart Staartjes. Wij zijn er allemaal mee opgegroeid. Iedereen kent hem. De mooiste reacties waren inderdaad van ouders. En ik heb je woord gehoord en ze laten maken op zeeshow. Alle nostalgie kwam er boven. Ik geef hem graag het woord om het thema van de Kinderboekenweek, de helden, uit zijn heldenboek voor te lezen. Ik geef graag het woord. Dank u wel. Zo. Wel een applaus, hè? Daar zitten we dan, hè? Ja, ik moet even van tevoren waarschuwen, want het is een spannend boek, hoor. Dus ik weet niet of jullie dat eng vinden. Spannend verhaal. Als het nou verteld wordt, kan je dan ook slapen. Ja, de dames en mama's wel. Ze kunnen wel slapen. Nou, het moet niet spannend worden. Overigens. Nou. Ja. Nou ja. Ja, het is echt een spannend verhaal. Er gebeuren allemaal enge dingen in. Maar ja, uiteindelijk, helemaal aan het einde van het boek, loopt het wel goed af. Verhalen. Ja. Het speelt zich af in een klein dorpje. Het dorpje, dat is niet zo ver weg van mijn dorp. En het dorp heet Uitdam. Ja, jullie zullen er nooit van gehoord hebben, maar het is een dorpje van misschien 80 of 100 inwoners. En het is omgeven door water. Mijn vrouw. Nou, en daar wonen drie.